denk dat je het al in de titel hebt gezien, maar wij hebben namelijk heel leuk nieuws. We zijn al enige tijd op zoek naar een koophuis, het liefst in Amsterdam, maar iedereen weet de situatie in Amsterdam. En toch is het ons gelukt. We hebben vorige week een huis bekeken. Daar zijn we heel erg verliefd op geworden. Moet wel heel veel in geklust worden, maar we zagen het erin en dat heb je natuurlijk nodig. Toen hebben we de volgende dag een bod uitgebracht. Toen hebben we nog even onderhandeld en de dag erna, op donderdag, is ons bod geaccepteerd. En nu gaan we zo meteen naar de notaris om de voorlopige koopakte te tekenen. Dat moet in Amsterdam bij een notaris gebeuren. Normaal in Nederland doe je dat ergens anders, bij de makelaar. Maar wij gaan nu naar de notaris en daarna hebben we nog 6 weken om de financiering rond te krijgen. Dat is natuurlijk het allerspannendst. Hopelijk gaat het allemaal lukken. En ik ga pas nadat we de financiering rond hebben gekregen, dat zou bijvoorbeeld ook over 4 weken kunnen zijn, ga ik deze video posten, want ik wil natuurlijk niks jinxen. Ik ben helemaal verwijt, maar wel heel erg blij. Ik heb hier het koopcontract. Ik vouw hem even dubbel, want anders kunnen jullie de verkoper zien. Maar we hebben net al bij ons handtekening gezet en daarna ook direct een afspraak voor een samenlevingscontract gehad. En nou, dat ging heel goed allemaal. Echt super blij. Nu hebben we nog, natuurlijk nog een paar bedenkdagen. En ja, dan is het nog super spannend of de bank onze hypotheek gaat goedkeuren. Omdat we dus ook nog heel veel in het huis gaan verbouwen. Ik denk dat dat zo'n 2 maanden gaat duren en dat we er voor 1 december dan in kunnen. We krijgen in ieder geval 3 oktober officieel de sleutel. Waarschijnlijk moeten we daarvoor nog wel een paar keer het huis in, omdat we natuurlijk dingen op moeten meten en zo. Dus we gaan vanavond al naar de badkamerboer, om het even zo te noemen. Om direct maar even te kijken wat we willen qua badkamer en om de eerste offerte op te gaan vragen. Dus ja, echt super blij. Alleen nu moeten we allebei weer aan het werk. Dus nu is het weer klaar. Het is zondagochtend en we gaan lekker burgerlijk om 11 uur naar de Villa Arena Woonboulevard. Dat hoort nu bij ons leven, toch schat? Riesje moet straks werken en we hebben verder ook geen tijd. Bijna nooit vrij tegelijk. Dus we moeten maar even doen. Nou, de badkamer wordt het hier niet. We zijn van de week al naar een andere badkamerspecialist in Amsterdam geweest, maar we wilden nog even vergelijken. Maar je moet denk ik toch je gevoel achterna gaan met dit soort dingen. En bij die andere hadden we meteen een heel goed gevoel. En bij deze zitten die kerels alleen maar koffie te drinken en een beetje ons te bekijken terwijl we een rondje in de winkel liepen. Dus nou ja, weten we dat ook weer. Gaan we nu even snel, Nou, we hebben eigenlijk best nog wel alle tijd. Keukentje. Gaan we even naar de keuken kijken. Moet ook gebeuren. Banden. Klaar mee. Niks gekocht, geen euro uitgegeven, heel veel bespaard. Vrouwenvoetbal, groenten, wat is het ook weer? Schellen. Wijn, hummus, hapjes, brood en leukste man. Jij. Het is inmiddels dinsdag, dus onze officiële bedenktijd voor het huis zit erop. Gelukkig maar. Nu alleen op de financiering vind ik echt het allerspannendste, heb ik al een keer gezegd. Maar ik ga gewoon verder met vloggen natuurlijk. En als die financiering rond is, dan gaat en de champagne die ook klaar ligt in de koelkast gaat open. En deze vlog gaat online. Ik ben in ons nieuwe huis en ik ga het jullie eventjes laten zien. We gaan nu alles opmeten, maar dat laat ik voor nu even aan Friso over. En dan ga ik hem even een rondleiding geven. Hier kom je binnen. Er zit een hele lange gang. Even deur dicht. En dan hebben we hier meteen een hele kleine mini keuken.
die helemaal verbouwd gaat worden. Dit gaat er allemaal uit. Er zit geen inbouwapparatuur in, niets. Het gaat ook allemaal van de muren af. En dan hebben we hier een heel klein balkonnetje. We hebben dus geen tuin meer, helaas. En dan is dit meteen de grote slaapkamer. Maar daarvan gaat deze wand, dit gaat helemaal dicht. En draai ik hem even om. Dit gaat er helemaal uit. Dan is dit dus dicht en dan komt hier ons bed te staan. En deze ruimte hier zo, dat wordt onze badkamer. Daar, hier komt een wandje tussen en een schuifdeur. En dan gaan we daar een inloopdouche en een wastafel maken. En dan heb je hier zo, nu sta ik zeg maar in de badkamer, blijft dat dus onze slaapkamer. En dan komt daar zo bij dat stroompunt komt een deur naar de woonkamer. Dus dat wordt dan onze ingang voor onze slaapkamer en de badkamer. Dan heb ik hier het paradepaardje van het huis. Niet echt, dit is altijd de badkamer geweest. Bij mensen die hiervoor hebben gewoond. Dit blijft gewoon lekker vries. Gadver. Dit blijft dus gewoon de wc, dit gaat er allemaal uit. En waar de badkamer komt, net al laten zien. Dus dit wordt nog aardig wat sloopwerk. En dan hebben we hier nog een meterkast. Heel interessant voor jullie. Maar wel handig voor ons. Dan hebben we hier een hele loze hoek in de gang. Dus deze hoek wordt bij dat kleine slaapkamertje daar getrokken. Dus deze muur komt zo. En dan gaat deze deur eruit. Nee, die gaan we niet weggooien, want het is super mooi. Dus die hopen we nog ergens anders in het huis te gebruiken. En dan wordt deze kamer dus wat groter. Het is een vrij smalle kamer. Hij blijft dus wel even smal, maar hij wordt gewoon wat langer. Die kast gaat er ook uit. Dus eigenlijk wordt gewoon deze muur en deur een stuk opgeschoven. Dus dat is de tweede slaapkamer. En dan hier zo is onze balzaal. Ik zal even in de hoek gaan staan. Hier komt trouwens dus de deur naar de slaapkamer. Dan is dit onze woonkamer en eetkamer in één. Met een schouw. En daar heb je dus die deur. Dat wordt dus wel dichtgemaakt. En dan hopen we die deur. Ja, ik denk dat we misschien wel dat de deur naar de slaapkamer wordt. Die is echt heel tof. Schouw. Allemaal inbouwdeurtjes. Die wil ik heel graag houden. Friso is wat minder enthousiast. En dan is dit een Frans balkon, twee. Die kunnen helemaal open, openslaan de deuren. Even nog vanaf deze kant. Dit is dus best wel een hele grote ruimte. En de vloer gaat er ook uit. Het lijkt nu alsof er mooi hout ligt, maar schijnbedriegt. Het is gewoon laminaat en het is niet heel mooi. Dus we gaan vanavond hebben we de eerste afspraak voor de vloer. En het liefst willen we natuurlijk een houten vloer. Dus we gaan vanavond en morgenavond hebben we allebei afspraken daarvoor. Gaan we kijken wat er mogelijk is. Het zijn dus aardig wat verbouwingen. Dus we moeten, we hebben dat bij de hypotheek geregeld. En we moeten nu dus alle offertes opvragen bij aannemers, keukenboeren, badkamerboeren. Ik noem het dan maar boeren. Dus met die offertes moeten we dan aan de bank laten zien wat we precies aan het huis gaan doen. En dan gaat de taxateur kijken of het huis dan ook meer waard wordt. Wat natuurlijk ja, sowieso zo is. Omdat als je nog een mooie vloer inlegt, we willen graag een houten vloer. Dan gaan we donderdag en vrijdagavond voor op pad. Er zit nu geen inbouwapparatuur in de keuken. Er zit überhaupt natuurlijk niet echt een keuken in. Badkamer wordt helemaal opnieuw gemaakt. En dan gaan we ook lekker een inloopdouche nemen en zo. Dus ja, dat is gewoon heel spannend. Dus voor ons nu heel veel regelwerk. En het moet allemaal in de weekenden. Want Friso die werkt heel veel. Ook in het weekend trouwens. Dus heel vaak moeten we dus zoals afgelopen zondag voor werk daarheen. Of aan alle avonden speciale afspraken maken. Want het valt me wel best wel vies tegen hoeveel
bedrijven open zijn voor mensen die gewoon fulltime werken. We zijn voor het eerst vloeren aan het kijken bij het Saans Parkethuis. Nee, dat is niet gesponsord. Maar ik ga even laten zien wat we mooi vinden en wat het misschien wordt. Visgraat vinden we natuurlijk het mooist. Maar de prijs is daar het minst mooi van. En nu kijken we naar deze witte. Als je zo kijkt, zie je dat die hoogglans is. En kijken we nu naar de verschillende breedtes met deze planken. Dit is onze vloerman, Jan. Laten zien, Jan. Ja, ik vind dat weer te grijzig of zo. Ja, ik had er ook. Ja, dan laat ik hem anders. Ja. Zoek het. Ook. Ja, nee, nee. Dat ding of het zo zwart. Even vergelijken. Ja, het is er af, hè? Ja, dat is het. Ja. We zijn weer helemaal veranderd van keuze. We willen toch visgraat. De kleur weten we nog helemaal niet. Twijfelen tussen de kleur die je hier op de muur ziet. Of wat gewaagder, een van deze donkere kleuren. Op de camera lijkt deze heel veel lichter dan die. Maar dat verschilt een beetje waar je hem houdt. Onmogelijke keuze. We hebben het eigenlijk nog helemaal niet heel erg goed gevierd. Dus gaan we nu uit eten bij Nelis. Nelis West, dat zat al in Oost. Dat is bij ons dus in de buurt geopend. En dat krijg ik als persdineetje. Dat moet ik erbij zetten, gifted. Super chill. Dus aangezien al ons geld nu naar het huis moet en we best wel veel stress gehad hebben. En nog steeds. We hebben net alle documenten geüpload voor de hypotheek. Dus het blijft maar spannend. Want ik kan deze vlog maar niet uploaden en uploaden. Sterker nog, ik denk dat er eerst een Lowlands vlog nog live komt. Die hebben jullie dan nu al lang al gezien. Want ik ga over een paar dagen naar Lowlands voor het eerst. Kamperen ook nog eens. Dus die komt eerst. Maar nu gaan we eerst even een avondje los genieten. Als... Lekker eten. Ja. De Fries heeft hetzelfde jasje als ik aan. Lekker unisex stijl. Jullie hebben net het proostmoment gezien in Spanje. We zijn vannacht teruggekomen. Het is nu zondag, dus ik ga zo meteen de vlog online zetten. Ik heb hem net al gemonteerd. Maar ik dacht, ik wil nog even één ding laten zien voordat de volgende verhuisvlog online komt. Want ik ga de verhuizing wel vloggen. 3 oktober krijgen we de sleutel van ons huis. En dan willen we er dus voor 1 december in. En we moeten dus best wel veel doen, zoals jullie hebben kunnen zien. Waaronder de keuken, die is heel klein. Maar ik heb wel de digitale keukentekeningen binnen. Waardoor het lijkt trouwens alsof wij een tuin hebben. Maar dit is in Amsterdam helaas gewoon de deur naar het balkon toe. Maar waar we voor gekozen hebben is een keuken zonder... ik zal het zo doen. Zonder handgrepen in hoogglans wit. Omdat het gewoon wit wilde houden. Ik vind kleurtjes ook heel leuk. Alleen omdat de keuken zo klein is, is wit beter. En alles past er echt net in. Hier een afzuigkap, een inductieplaat, een oven-magnetroncombinatie. En dan hebben we aan deze kant hier zo'n vaatwasser en de gootsteen. En dan zorgen we ervoor, omdat het zo klein is, dat de kastjes helemaal tot bovenaan komen. Dus hier. De keuken moet nog helemaal officieel ingemeten worden. Dus wie weet dat we ergens wel wat overhouden. En de keukenboer waar we hem bij besteld hebben... die doet ook op maat gemaakte kastjes en zo. Dus nou ja, dat was even de laatste update. De volgende update zal zijn dat we de sleutel gaan halen. De sleuteloverdracht en nog een rondje in het huis doen waarschijnlijk. Ik weet niet of ik dat film. Het is misschien een beetje raar. En dan gaan we meteen beginnen met slopen. De eerste week slopen we zelf. Dus dat is heel spannend. Voor het eerst kan ik los met zo'n sloophamer. En daarna begint een aannemer. En ja, als die aannemer klaar is, dan kan de keuken geplaatst worden.
En alle vloeren erin. En de aannemer plaatst verder de badkamer ook voor ons. Maar wat we daarvoor gekozen hebben en wat nou uiteindelijk onze vloerkeuze is, dat ga ik allemaal in de volgende vlog laten zien. Mocht je nou willen weten hoe het ons is gelukt om in Amsterdam een huis te kopen, dan kan je me dat natuurlijk ook altijd vragen. Dan wil ik daar ook best speciaal een video over maken. We hebben dat onder andere door veel geluk kunnen kopen, maar ook doordat ik heel erg in de wet van aantrekkingskracht geloof. En dat hebben we bij dit huis echt toegepast. Dus nou, genoeg nog te vertellen over het huis. En dan zie ik jullie volgende video weer.